Het is 5:00. Goedemiddag en welkom bij Joet. Onderwijsorganisatie Proloog wil 6 openbare scholen in Ljouwert sluiten en maximaal 60 onderwijzers ontslaan om uit de schulden te komen. Als niet verhoord, zakt het openbaar onderwijs in Ljouwert allemaal 150.000 euro dieper in het reet. Zo krijgt Proloog maar geld van 16 scholen, wil zijn organisatie 23 gebouwen in bezit had. Om financiële lucht te krijgen, zullen daarom 6 scholen sluiten matten en wil Proloog van de gemeente een net krediet van 1 miljoen. Slag het dat net, dan giet de organisatie eind deze zomer failliet. Nou, als daar de gemeente niet in meegaat, dan komt Proloog in grote problemen. Dan zijn wij dus inderdaad ergens in de loop van de zomer niet meer in staat om aan onze financiële verplichtingen te voldoen. Dat betekent in wezen een technisch faillissement van deze stichting. De Friese Plysje is min te spreken over het initiatief van de vereniging Eigen Huis om beelden van inbrekkers op internet te zetten. De vereniging van Wenningbezitters zet foto's en video's van inbrekkers online om ze haar nog te houden van het tegental inbraken. Op de website is van Eltse regio te bezien welke crimineel daar actief binnen. In Friesland is de laatste 3 maanden zo'n 500 keer inbrutsen. De politie had een speciaal inbrakenteam en is min te spreken over de nieuwe website. Ik denk dat ze er minder ervaring mee hebben. Wij kunnen de beelden goed bezien. En we kunnen het vaak bezien van, binnen het goede beelden, binnen het authentieke beelden, binnen het net monteren. En ik ben bang, als iedereen samen wat erop zetten kan, dat er daar een mensen erop komen die er net op jaren. Het wetterschip is goed begonnen, maar het verstevigen van de veenkaders die het ontaasten binnen trog de droogte. Natuurgebied De But bij Grauw is een van de kritieke plakken in Friesland. De veenkade wordt hier door een leenbedrijf opgeheven met een laag groen. En dat is voor eerst genoeg om de voeten droog te houden. Ja, maar dat zegt je van, als je ergens druk hebt, dan drukt het aan de bovenkant het genoeg. Nou, wij zorgen ervoor dat de kering die er is, dat die gewoon versterken wordt aan de binnenkant. Dat de kering gewoon zijn stabiliteit houdt en de veiligheid van het binnenland weer gewaarborgd is. Het tal veenkaders in Friesland dat ontpakt wordt mat is goed op 4 komen. Ook op het Heidenskip is hier in zwartelijke steed ontroffen. Net alleen door de droogte, maar ook omdat er een muskusrot gotten in groeven had. Kim Griente, producent de peulenschil op de rotte vallen, volgt mooi argewaasje het nijs hoe de EHEC-besmetting in Duitsland. De eerste onderzoeksresultaten in Duitsland pleitje Tauge vrij als bron van EHEC-besmetting. Maar ook in Nederland docht de Voedsel- en Warenautoriteit onderzoek naar de kiem van alle Nederlandse Tauge-producenten. De peulenschil onderzoekt het zelfs ook alle groenstoffen. De ovenloven in Haans is juist de joen op Nij opstarten nadat de provincie de oven stillijn hier. Dat gebeurde na de steuring van Arune Vreed. Doe kwam er als gevolg van een probleem in het besturingssysteem zwarte reek uit de piep. Joen werd er een ramp naar spelen in de rek om maaiwerkers en helpverleners te trainen voor calamiteiten. Zo'n 160 maaiwerkers van Douwe Egberts op een jouwer binnen Joert naar het haatkantoor in Utrecht al reizigen. Om de directie Sjent te litten dat ze leuk binnen over het strien minnen CAO vaststel dat de directie die in had. Het scrossen van de ADV-dagen. Geen einde ieruitkering meer en minder vakantiedagen. Zoals jocht Sarah Lee, het memmenbedrijf van Douwe Egberts, het liefst de nieuwe CAO voor haar werknemers in Nederland. De maaiwerkers binnen poer. Het raakt je wel, ja, echt weer. Het is, je wordt er net echt blij van. Samen, je hebt al die verwachtingen met Douwe Egberts, dat is de krap heen aanskrouwen. Bij de meeste mensen wel, overal wel. Iedereen die zegt, die zei Douwe Egberts is een best bedrijf. Als ze nou werkelijk deze CAO eisen jaren, wat Douwe Egberts wil, dan zijn ze een hele grote meisje van dat hij net van Douwe Egberts dacht. De vakbonden zitten hier om tafel met de directie van Sarah Lee. Met fysiek het vaststel in te loeken. Mocht dat net gebeuren, dan zal er staakt worden. Janna Eier uit Jobbegeer had sneuntioen de 20e editie van Liet Woen. Eier hier zelfs het nummer Ian Klaps kreun. Ze begeleerde haar zelfs op de piano. Mijn Ian Klap is een michelding, mijn Ian Boom straat vlintig deel. En is het leven samengevoegd. Janna mooi vanwege haar wens naar Liet Internationaal. Dat festival wordt in november houden in Udine in Italië. De publieksprijs ging naar popcore From Us uit Dronriep, maar net genoeg. Vanwege het 20-jarig jubileum waar het Liet in de Boetenloft houden op de Ljouwerter Kenniscampus. En dan ben we daar, want het waar.
Vannacht is het droog. De temperatuur loopt tussen de 12 en de 14 graden. En de stiet haast geen wien. Morgen oerdaai, bewolking en zinnen. Het is tussen de zontje en de 21 graden. Letter in de middag kans op een bui. Montjoen en nacht een tol rein of tongerbuien. En dan zag je het nijs van Joert in het kwad. Meer nijs zit er om 6 uur. En ont die tijd kies je naar heer en boppenslag. Nog een mooie joen.